Ik ben echt wel een beetje moe. Ja, ik ook, ja. En, wat zijn de plannen voor de rollerband? Zijn jullie op zoek naar een nieuwe bassist, of wat? Het is niet makkelijk, Matteo. Zeg maar, Nico was als een soort rots voor de band. Dus om uit het niets weer zo iemand te vinden is... Bovendien voelt dat verkeerd. Ja, ik weet het niet, het is moeilijk. Maar waarom gaan jullie niet allebei verder als solist? Dat lijkt me niet. Het is toch een optie? Ja, maar mij trekt het niet zo erg aan. Het is natuurlijk fantastisch. Ja. En ik heb respect voor mensen die willen zingen als solist, maar... Ik hou heel erg van de situatie met een band. Dat je samen oefent en samen... Het gaat regenen. Ja. En ik denk dat Pedro het ook liever zo heeft. Juist, dus... ik begrijp het. Duidelijk. En jij? Wat? Hoe is het met Dina? Heb je misschien al nieuws, iets gehoord? Ik wilde haar bellen, maar ik wil er ook niet tot last zijn. Nee, Matteo, hoe komt hij nu zo? Ja, gewoon niet gebeld. Matteo, je moet haar bellen. Je moet er gewoon goed achteraan zitten. Dina met Matteo, hoe gaat het? Vergeet je dat, ja? Echt waar, ja. Want zo gaat zij denken dat jij geïnteresseerd bent in het werk en ook in het project. Nee, maar ik ga je advies opvolgen, oké? Morgen zal ik haar bellen. Maar ik hoop wel dat ik morgen niet onderbroken word. Wat bedoel je daarmee? Probeerde iemand te spreken die niet reageerde? Ja, ik probeerde te praten met Luna. En? Heb je gezegd hoe je je voelt? Hoe ging het? Ging het goed? Ik was er zo dichtbij. Ze stond daar voor me. En ik wilde haar net alles gaan vertellen. Jasmijn. Nee. Ze onderbrak ons. Ja, zoals gewoonlijk. Nee, dat is niet om te lachen. Ik meen het. Ja, maar Matteo, wat deed Jasmijn daar dan? Ik snap het niet. Nee, ze belde Luna en die is er toen vandoor gegaan. Hoezo ging ze er vandoor? Ja, want er was iets aan de hand met haar ouders of zo. Serieus, Matteo. Maar ja. Wat was er dan? Nee, dat weet ik niet. Geen idee. Maak je geen zorgen. Ja, als het iets ergs was, zou ze het zeggen. Luna. Luna. En wat is er met jou aan de hand? Deze blik van jou, die ken ik. Volgens mij zit je met jouw hoofd bij iemand... bij de fantastische, herboren Amber Smith. Heb je haar gesproken? Nee, dat lukte ook niet. Ik was wel bij haar en toen... Wat gebeurde er? Toen kwam Jasmijn en ze ging... Nee, dat kan niet waar zijn. Je maakt een grapje. Ja, ik maak een grapje. Nee, ik heb haar nog niet gesproken, nog niet, nee. Als ik met haar praat, word ik altijd een beetje nerveus en dan lukt het niet. En daarbij komt... Zij heeft het momenteel erg zwaar met van alles, dus ik geef haar liever de ruimte en daarna zien we het. En daarna is de tijd misschien wel rijp voor Simber, toch? Luna. Hallo, Leo Leopel. Hey, sorry dat ik er zo plots vandoor moest, maar de reden was wel heel belangrijk. We hebben ontdekt dat Maggie iets te maken had met de diefstal van de schilderijen. Mijn ouders gaan nu alles bespreken met Anna. Dus zouden Simon en jij voorlopig in de schuur willen blijven? Ja? Nee, niet te geloven. Maggie was een handlanger.